Zo af en toe heb ik zo'n zin in een echt klassiek gerecht, zoals deze hazenpeper voor kerst. Ik laat je met mijn moeder samen zien hoe je deze het makkelijkst maakt. En wat heel handig is, je kan deze hazenpeper ruim van tevoren maken. Dus geen stress. Je begint met de marinade. Voor de lekkerste smaak begin je al ruim 12 uur van tevoren door de haas in rode wijn met groenten en kruiden te leggen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Wanneer je aan de hazenpeper gaat beginnen, haal je de haas uit de marinade en dep je droog. Eerst bak je wat spek uit, wat later dient als bijgerecht. Het vet wat vrijgekomen is uit het spek, laat je vooral in de pan. Dat geeft nu extra smaak. Wat knoflook, peterselie en een rood pepertje in de pan en de haas kan aangebraden worden. In de tussentijd zeef je de marinade, want de rode wijn die heb je straks nodig voor het stoven. Ook kook je zachtjes wat uitjes. Deze zijn straks heerlijk als bijgerecht. Het liefst als je ze kan vinden, echte kleine uitjes. Als de haas rondom aangebraden is, dan doe je de rode wijn van de marinade erbij. De haas laat je nu voor ongeveer 2 uur zachtjes pruttelen. Ook zijn de gebakken kastanjechampignons straks een heerlijk bijgerecht. Je zal het zien. En man lief zorgt gelukkig voor de lekkere wijntjes. Ik heb voor hazenbouten gekozen omdat deze lekker mals blijven. Als de haas gaar is, kun je hem gaan plukken. Wanneer je al het vlees ontdaan hebt van bot, dan zeef je de saus nog een keer en dan kan al het vlees bij de gezeefde saus. De hazenpeper is nu bijna klaar. Voor een extra intense smaak voeg je een beetje pure chocolade toe en helemaal aan het einde een scheutje lekkere cognac. Kijk, en dan ga jij... Pak je lepeltje en dan ga je oefenen. Ja, mam, wil je proeven? Ja, lekker. Breng de hazenpeper nu goed op smaak met peper en eventueel een beetje zout. Verder heb ik heerlijke pastinaakfrietjes en stoofpeertjes gemaakt om bij de hazenpeper te serveren. Zo. Het kerstfeest kan nu echt beginnen. Enjoy! Op een hele mooie kerst dan met z'n allen. En het is gekerst. Vrolijk kerstfeest. Wil je op de hoogte blijven en geen enkele video missen? Abonneer je dan nu gratis door op de video te klikken. Op deze manier ontvang je automatisch alle updates.
Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dan gaan we aan de stoofpeertjes en de pastinaakfrietjes.